En leuk dat je kijkt naar de eerste december vlogmas. Het is vandaag vrijdag 1 december. We mogen van start met onze adventskalenders. Ook met de vlogjes voor vandaag. Ik heb vandaag niet zo heel veel op de planning staan. Eigenlijk helemaal niks. Ik moet boodschappen halen. Ga ik jullie niet meenemen? Vind ik een nachtmerrie. Ik vind het verschrikkelijk boodschappen doen. Voor de rest, ik heb heerlijk gewandeld met de hond. Daar heb ik wel wat beeldmateriaal van. Die zal ik jullie straks laten zien. Die plak ik hier achteraan, denk ik. Klinkt het logisch. Voor nu ga ik mijn adventskalenders openmaken. Ik heb al even mijn Rituals adventskalender opengemaakt. Ik ga proberen om hem hier even tussen te plakken. Het is een heel huis, dus die ga ik niet elke keer tevoorschijn toveren. Ik had daar een wasmiddel of wasverzachter in. Een softener en sense booster. Hij ruikt heerlijk, dus daar ben ik heel blij mee. Ik heb een theekalender die ik niet laat zien, want ik drink 's avonds graag thee. En dan ben ik helemaal kapot, dus dat ga ik mijn hoofd niet meer op film zetten. Ik heb van de Dutch Advent Swap deze. Die ga ik wel openmaken. Die zit fantastisch leuk verpakt. Met allemaal zakjes en knijpertjes. Ja, ik vind dat heel leuk. Ik heb hem los. Het was een hele puzzel om hem los te krijgen. Maar hij is los. Ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Oeh, vallen knoopjes uit. Kijken. Doosjes leeg. Er zit een bolletje in Langjans Supersok. Heel leuk. Er zijn wel hele leuke herfstige kleurtjes. En er zitten hele lieve... Ik ga proberen of ze willen laten zien. Ik heb een nieuwe telefoon, dus ik moet een beetje zoeken hoe laat ik alles goed zien. Kijk. Handmade with love. Vind ik altijd leuk en een extraatje om dingen af te maken. Het is wel een uitdaging dit jaar met een kleine hond die alles denkt op te kunnen eten. Nee. Zo. Nou, de knoop rolde weg, die moest ik even van hem afpakken. Ik heb van mezelf nog mijn eigen adventskalender. Ik heb eentje met garen en eentje met spinwol. Ja, ik heb ze met heel veel plezier gemaakt. Het laatste was echt wikkelen, want toen kwam ik thuis te zitten met een burn-out. Dat mijn hoofd ook echt niks meer wou. Ja, dat was best wel hard werken en ook werk wat op het laatst was gewoon niet leuk om te doen. Maar ja, ik vind een afspraak is een afspraak. Ieder krijgt een pakket. Het is gelukt. Ik heb 2 overgehouden als reservepakketjes. Nou, doe nou Teddy. Nee, die moet er ook even tussendoor zitten. Ja, dank u. Dus ik heb 2 van mezelf. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. Ik wil ze eigenlijk in 1 project verwerken. Ik wil ook de garen. Ik heb de recepten die voor mij door de recepten opgeschreven. Dus ik wil ze eigenlijk volgend jaar alle 25 terug laten komen als volledige strengen. En misschien ook als mini-strengetjes. Maar ja, wanneer weet ik nog niet. Ik ga mezelf daar geen haast op leggen. Zie jij een streng die je heel graag wil hebben, mag je mij een berichtje sturen. Zodat ik kan kijken hoe ik me voel en of het me lukt om iets te doen. Ik kan niks beloven. Ik denk er zelf over om mijn wolletjes 2-draads te spinnen. Het is een merino nylon blend. En dat is de sokkenwol ook. Het is beide een 80 om 20 zo uit mijn hoofd. Dus ik dacht, het is wel leuk om de kleurstellingen dan ook op een of andere manier tegenover elkaar te leggen. Dan gaat iemand met mijn wasmiddel vandoor.
Dus ik ga beginnen met mijn spinrolletje. Een thee. Een heerlijk theetje. En een geel bolletje met een beetje zwart. Een beetje wit. Ik heb alle kleuren geverfd op basis van foto's. Nou heb ik mijn oude telefoon, die is echt kapot. Die doet niks meer. Dus ik ben die foto's kwijt. Die kan ik niet invoegen. Volgens mij heb ik nog een geprinte versie ergens. Maar dan laat ik die denk ik morgen of overmorgen even zien. Dan leg ik ze erbij. Dan weet je waar ik het heb. Nou, in het garen zakje zit natuurlijk ook een thee. En daar zit deze string in. En de kleuren zijn in principe hetzelfde. Ik heb eigenlijk geprobeerd om het recept wat ik op het garen gebruikte ook op een wol te zetten. Je zal ongeveer, ja, je zal nooit hetzelfde garen krijgen. Als je wol spint, verft, dat verft anders dan sokkengaren. Hier zit her en der een zwart spekkeltje in. Dat kun je misschien hier ook wel goed zien. Hier zit wel zwart in, maar je kan wol niet spekkelen omdat het een hele lange vezel is waardoor die uittrekt. Ik ga proberen in december te starten met mijn adventskalender om te spinnen. Ik weet alleen niet wanneer. Alles op zijn tijd. En anders heb ik een leuk project om volgend jaar mee aan de slag te gaan. Ja, voor nu ga ik het hierbij laten. Ja, mijn energie is op voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je een fijne dag hebt. En misschien zie ik je morgen wel weer. Doei doei, fijne dag!